Fijn om weer hier samen met jullie te zijn. Ik zat de afgelopen weken een beetje in de lappemand, dus ik ben blij weer te kunnen staan. Ja, we gaan nadenken over wat er gebeurde op die Pinksterdag, waar net ook al aan werd gerefereerd, uit die beschreven is in Handelingen 2. Maar ik wil graag met jullie een aantal stukken lezen uit de profetie van Joel. Een beetje zit te dubben van wat gaan we nou lezen. Er is zoveel mooi en belangrijk om te lezen, maar ik heb uiteindelijk gekozen om een aantal stukken te lezen met jullie uit Joel. En dan er een beetje van uitgegaan dat uh, wat in handelingen 2 beschreven staat, ergens in jullie paraat kennis uh, zit. Dus zie dat als een compliment bij die start. Joel 1. Ik wil bij elkaar geloof ik 17 versen lezen uit dit Bijbelboekje. En het eerste stuk is hoofdstuk 1, vers 15. En verder Joal 1, vers 15. Ach, die dag. Ja, de dag van de Heer is nabij. Hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige. Is niet voor onze ogen het voedsel weggenomen uit het huis van onze God, blijdschap en vreugde? De zaadkorrels zijn verschrompeld onder hun aardkluiten. De voorraadschuren verwoest, de graanschuren afgebroken, want het koren is verdord. Hoe kreunt het vee? De, de kudden rundvee zijn in verwarring, want ze hebben geen weide. Zelfs kudden kleinvee moeten boeten. Ik ga verder bij hoofdstuk 2, vers 1. Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op mijn heilige berg. Laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de Heere komt. Ja, hij is nabij. Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken, ja, donkere wolken. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk, zoals er niet geweest is van oude tijden af en hierna niet meer zal zijn, jarenlang van generatie op generatie. Ervoor verteert een vuur en erachter verzenkt een vlam. Ervoor is het land als de hof van Eden... en daarachter is het als een woeste wildernis. Ook is er geen ontkomen aan. En dan ga ik verder bij hoofdstuk 2, vers 11. En de Heere laat zijn stem klinken... voor zijn leger uit... want zijn leger is zeer groot. Ja... Machtig is Hij die Zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de Here en zeer ontzagwekkend. Wie zal Hem kunnen verdragen? Ook nu echter, spreekt de Here: bekeer U tot mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met gewenen, met rouwklacht, en scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer U tot de Heer uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goede terenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad. Wie weet zal hij zich omkeren en berouw hebben, zodat hij een zegen achter zich overlaat. Een graanoffer en een plengoffer voor de Heere uw God. En tot slot wil ik iets lezen uit hoofdstuk 3, vanaf vers 12. Laten de heidevolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van Jozefat, want daar zal ik zitten om te berechten alle heidenvolken van rondom. Sla de sikkel erin, want de oogst is rijp. Kom en daal af, want de wijnpers is vol. De perskuipen stromen over, want hun kwaad is groot. Menigten, menigten in het dal van de dorsleden... want de dag van de heren is nabij in het dal van de dorsleden. Zon en maan worden in het zwart gehuld... en de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken. De heren zal vanaf Sion brullen als een leeuw. Vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven. Maar de Heere is een toevlucht voor zijn volk en een vesting voor de Israëlieten. Dan zult u weten dat ik de Heere, uw God ben, die op Sion, mijn heilige berg, woont. Jeruzalem zal een heiligdom zijn en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken. Ja. Woorden uit Joël. Misschien ervaar je het best als heftige woorden. Misschien ook niet dat je dat had verwacht toen je hierheen kwam, dat we dit zouden lezen, maar het staat in onze Bijbel. Terug naar handelingen 2. Ik moet eigenlijk zeggen in de tijd vooruit naar het gebeuren wat beschreven staat in handelingen 2. Het had een gewone speciale dag moeten worden. Een gewone. Speciale dag, oogstfeest, wekenfeest, net al aan gerefereerd bij de voordienst, hè? de dag dat de eerstelingen van de tarweoogst aan de heren werden aangeboden. Vijftig dagen daarvoor waren er ook eerstelingen aan de heren aangeboden, maar dan van de gerstenoogst, de eerste oogst, en op het wekenfeest, het pinksterfeest, een spijsoffer van tarwebroden. En het wekenfeest, het pinksterfeest, was ook een van de samenkomstfeesten. Dus dat het volk samenkwam. En in, uh, vanaf het moment dat daar ook de, de tempel was, uh, ook in Jeruzalem samenkwam. In handelingen 2 wordt het woord pinksterfeest gebruikt. Uh, in vers 1, dag van het pinksterfeest. Pentecoste, het uh, vijftigste betekent dat. Vijftig dagen na het, uh, na het moment van het feest van de... En dat werd geveerd rondom Peesag, rondom dat wat wij ook bij Pasen herdenken. En als je in Handelingen 2 kijkt, de eerste, laten we zeggen, twaalf versen. Eh, waarschijnlijk ook wel bekend. Het is een hoofdstuk wat vaak gelezen is, ook al bij deze gelegenheid. Eh, dan zie je dat daar heel veel Joodse mensen aanwezig zijn. Joodse mensen die al in Jeruzalem en in Israël wonen, eh, maar ook Joodse mensen die eh, van oorsprong in andere gebieden hebben gewoond. Maar die wel uh, bij het volk Israël behoren. En dan staat er dat ze Godvrezend zijn. He, dus uh, deze mensen die proberen ook te leven naar de wil van God. He, in zoverre ja, uh, dat het op, op dat moment he, voor hen helder was hoe ze dat ook moesten doen. Het had een gewone, speciale feestdag moeten worden. Maar het werd een hele bijzondere, speciale dag. En dat lezen we uh, ook aan het begin van Handelingen 2. Uh, de vervulling van de apostelen met de Heilige Geest, met Heilige Geest. Het lidwoord staat er niet bij. Het was niet zo dat de Heilige Geest zich helemaal uh, compleet weggaf, hè, maar zij werden vervuld met Heilige Geest. De Heilige Geest deelde aan hen uit van Zijn kracht en van Zijn aanwezigheid. Zichtbaar. En hoorbaar. En wat dan volgt, wat we allemaal kunnen lezen, dat is een een krachtige prediking met een enorme impact. We zien ook staan na de toespraak van Petrus dat vers 37: de mensen werden diep in hun hart geraakt. En daar staat in het Griekse: werden als het ware doorstoken, doorstoken van de boodschap. Die ze hoorden. Heb je dat wel eens zo ervaren? Dat het woord van God je diep raakt, hè? doorsteekt. Op zo'n manier dat je ook niet meer onderuit kan. Er komt bekering. Er komt verandering van leven, dat is duidelijk. Niet alleen in hoofdstuk 2 aan het slot, maar ook de hoofdstukken die daarna volgen. En je ziet, het is de start van een, van een beweging die zich steeds verder Verspreid. En wat ook heel bijzonder is, dat de, de invloed van wat hier gebeurt ook maatschappelijk zichtbaar is. Iedereen uh, ziet het. Hier is de Heere aan het werk. Een krachtig werk van de Heer. En ik weet niet, als je dat hoort, dat ik dat nu weer zeg, of dat je zelf dat hoofdstuk misschien ook gelezen hebt een deze dagen, wat er in je hart gebeurt. Maar misschien roept het een bepaald verlangen bij je op. Dat zou kunnen. Een verlangen. Als je vergelijkt met nu, met hier, met je eigen leven. Een verlangen naar doorbraak van Gods werk in deze tijd. Een verlangen naar een soort gezamenlijke focus ook op hetzelfde. Wat je daar heel duidelijk ziet. Een verlangen naar vurigheid. In plaats van gezapigheid. Een verlangen naar maatschappelijk getuigenis. Dat, dat iedereen weet rondom ons. Hier wordt de Heer gediend. Een verlangen naar de verheerlijking van Gods naam. Hoe zou het kunnen zijn dat we daar geen verlangen naar zouden hebben? En ik vroeg me af: kan dit dan nog? En toen moest ik terugdenken aan iets wat. Wij als gezin bijna tien jaar geleden hebben meegemaakt. We waren toen op een gezinskamp en ik heb het vanmorgen nog een keer gelezen: het verslag wat we daarna hebben getypt. Ik weet nog heel goed wat Colin en ik tegen elkaar zeiden. Dit, dit moeten we vastleggen. Want als we dit een jaar later nog een keer uh, tegen iemand moeten vertellen, dan denken we waarschijnlijk van. Hè, waren we daar echt bij? Maar ik weet nog heel goed dat wij op een week waren waar ook heel veel het Woord van God werd geopend en het gebeden ook. en waar... Uh, op een bepaalde dag, uh, binnen één dag, ongeveer 30 mensen op dat kamp tot geloof kwamen. En ik heb het vanmorgen nog een keer gelezen, en dan lees je eigenlijk wat je zelf hebt geschreven toen, en dan denk je van, was ik daarbij? Maar dat, ik kwam bij iets, het, het, dat verlangen, wat ik, wat ik proefde bij mezelf toen ik dit weer las, Handelingen 2, deed me daar weer aan denken, um, waar we bij waren, ook met, twee, met, onze, met onze kinderen, uh, mensen die hun zonde beleden, uh, ouders tegenover hun kinderen, kinderen tegenover hun ouders. Uh, mensen die vastzaten in bepaalde theologie en, en tot, tot, tot ruimte kwamen om de Heer Jezus uh, aan te nemen en te beleiden. Ik krijg er nog steeds kippenvel van als ik eraan denk. Maar waarom noem ik het? Hè? Kan dit nog? En. en ik weet nog goed dat wij als, als kampen, bijbelstudiekampen, daarna ook, ja, die vragen ook wel aan elkaar stelden van, ja, hoe, hoe gaan we nu verder? Uh, het jaar daarna was ook goed, maar anders goed. Hè, maar moeten we daar nou iets voor doen, of moeten we daar iets voor laten? Het zijn van die vragen die misschien door je hoofd gaan als je ook Handelingen 2 leest en dat verlangen ook ervaart, moeten we hier iets voor doen, om dat ook te krijgen, of, of juist iets niet doen? Wat is het geheim? Nou, allereerst, als we het over een geheim hebben, is het de Heere zelf, die hier, en dan heb ik het weer over handelingen 2, die hier aanzet is, die hier um, um, ja, tot, tot bloei brengt, wat hier gebeurt. De Heere maakt allereerst zijn belofte waar. Je ziet als Petrus eenmaal gaat spreken. dat hij het over de woorden van de profeten heeft. Over Joël, daar gaan we zo meteen nog over verder. Maar ook over David. En eigenlijk heel duidelijk beargumenteerd aan de hand van de woorden van de profeten. wat hier gebeurt, is al voorzegd door de profeten. En wat in Handelingen 2 gebeurt, is ook korter daarvoor voorzegd. Johannes de Doper bij het begin van de bediening van de Heer Jezus op aarde, had het ook gezegd. Hè? Ik heb jullie wel gedoopt met water. En toen stonden de Israëlische mannen voor hem. Maar hij, Christus, zal jullie dopen met de Heilige Geest. En in Handelingen 1 heeft de Heer Jezus daar zelf nog ook naar terugverwezen. Naar zijn discipelenhandelingen 1, vers 5. Want Johannes doopte wel met water. Maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet lang na deze dagen. Dus allereerst gaan hier woorden in vervulling. die God zelf heeft gesproken. De Heer is aan zet. En sowieso staat de Heer aan het begin van wat hier gebeurt. Handelingen 1, vers 8. Daar staat ook: Jullie zullen ontvangen. De kracht van de Heilige Geest. Ontvangen. Krijgen. Van wie? Van de Heer. En als je verder leest. Dan komen er steeds meer mensen tot geloof. En dan staat er in. Handelingen 4, vers 12: Er is één naam onder de hemel gegeven. door wie wij kunnen behouden worden: de naam van Jezus Christus. Dus alles wat gebeurt. is gegeven. Is begonnen bij God. En de Heer gaat ook door. Ondanks daden van mensen. Als je in hoofdstuk 2, vers 22 kijkt, dan wordt daar ook verwezen naar uh, wat er is gebeurd. Eigenlijk vers 23. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt U gevangen genomen. En door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Israël heeft zijn eigen messias gedood. En ondanks alles wat is gebeurd, gaat de Heer in Handelingen 2 door met zijn krachtige werk. Ik heb daar met Paas ook over gesproken. Het, het Paasprincipe heb ik dat toen geloof ik genoemd. Hè? Dat leven geven waar de dood heerst. Verder gaan dan het voorstelbare van wat wij voorstelbaar vinden of logisch zouden vinden. Dat is de specialiteit, als ik het zo mag zeggen, van de Heer God. Dus allereerst, wat is het geheim? God zelf. Zonder daar iets van af te doen, denk ik dat er in hoofdstuk 2 van Handelingen eh, ook menselijk gedrag een rol speelt. Ja, een hele belangrijke rol. Een, een gedrag, een reactie op het handelen van God. En dat, dat komt eigenlijk bijeen in twee vragen die we in dit hoofdstuk tegenkomen. De eerste vraag lezen we in vers 12. En dat is een vraag die een beetje. Eigenlijk een soort samenvat wat er in de versen daarvoor ook al is gezegd. In vers 7 en 8 lezen we al, ze waren uit, allen buiten zichzelf en verwonderden zich en zeiden tegen elkaar, zie, zijn niet alle Galileërs die daar spreken? Hoe, hoe kunnen wij hen dan horen en iedereen onze eigen taal waarin we geboren zijn? En uiteindelijk mondt dat uit in die vraag van vers 12, wat wil toch dit zeggen? Even in onze taal, wat heeft dit eigenlijk te betekenen allemaal? Dat is de eerste vraag, vers 12. En de tweede vraag lezen we in vers 37: Wat moeten wij doen? Mannenbroeders, wat moeten wij doen? En ik denk dat deze twee vragen uh, toen heel belangrijk waren, maar ook voor ons een hele belangrijke les in zich hebben. De eerste vraag: Wat heeft dit te betekenen? Een vraag van Joodse mensen, omstanders. Aan de apostelen. Enerzijds voorstelbare vraag, toch? Wat daar gebeurt, wie had dat kunnen denken? Niemand had zich daar een beeld van kunnen vormen van tevoren. En anderzijds kun je die vraag ook weer niet los zien, denk ik, van ja, hoe het geestelijk gesteld was op dat moment met het volk. Ja, dat het volk als geheel er niet klaar voor was. Voor het werk wat God onder hen wilde doen. En zelfs de discipelen die zo dicht bij de Heer Jezus hadden geleefd, hè, die, die uh, laten ook zien, ook in die tijd na de opstanding, dat ze nog zo weinig in staat waren om ja, vanuit de schriften te duiden wat er gebeurd was en wat er gebeurde. De Heer Jezus moest hen daar steeds op wijzen. Denk bijvoorbeeld aan de Emmausgangers. Weten jullie niet dat er geschreven stond dat? Dus. Wat heeft dit te betekenen? Ja, we kunnen ons die vraag voorstellen. De christelijke kerk, de kerk van alle eeuwen, ja, um, um, daar zou je van kunnen zeggen, daar speelt die vraag eigenlijk niet meer. De kerk heeft eigenlijk al heel lang een verklaring, heel lang geleden een verklaring gevonden voor wat er gebeurt in Handelingen 2. Ik, ik, ik citeer wat zinnen die ik daarover las. Hier wordt de kerk geboren. Of hier komen wij, de heidenen, eindelijk in beeld. Of we vieren hier vandaag dat de gelovigen wereldwijd ook de geest van God hebben ontvangen. Vol gegoten zijn met de geest van God. En een laatste zin. God komt hier dichterbij. Dan in alle eeuwen daarvoor. Zomaar wat zinsnedes. Want wij weten immers, wij weten immers als kerk wat dit betekent. En wat ik opnieuw ontdekte bij het bestuderen hiervan, was dat ik denk dat wij onszelf een hele goede dienst bewijzen. Door ons opnieuw af te vragen: wat betekent dit eigenlijk wat we hier lezen? En wat is, wat is het geheim? voor het krachtige werk wat God ook vandaag de dag wil doen ook onder ons. Nou, de vraag gaat uit naar de apostelen en Petrus die geeft antwoord. Vers 14 en verder. En het antwoord van Petrus is een antwoord wat volledig gefundeerd is op de schrift. Um, en dat antwoord lezen we in vers 16. Tot en met 36. Ik had die vers ook met jullie kunnen lezen, maar zoals ik al zei, ik moest een keus maken. Het, het, ik ervaar wel eens dat het um, een beetje het minst, het minst populaire stuk eigenlijk is van Handelingen 2. Het, het begin wordt vaak gelezen en het slot. Maar dat tussendeel is, is een beetje taai, weet je wel. Het gaat over profeten, en uh, Peters die haalt er feiten bij, en die legt verbanden. En je moet best even je, je hersenen gebruiken. En. Heel veel mensen ervaren dit ook als een beetje een verwarrend stuk. Want Petrus, die zegt in vers 17: het zal zijn in de laatste dagen. De laatste dagen, Petrus. Het is bijna 2000 jaar geleden dat je dit uitsprak. Verwarrend. Laatste dagen, maar we leven nog steeds. En hoe zit dat dan precies? He, dus dat, dat, er zit enige verlegenheid. Proef ik in ieder geval vaak bij mensen bij dat middendeel, die preek van Petrus. En wat Petrus doet is heel belangrijk voor ons. Hij grijpt terug op Joel 2, vers 16. Dit is wat gesproken is door de profeet Joel. Nou, en dan gaan we naar Joel, daar zijn we net ook geweest. Ik heb dat stuk niet met jullie gelezen. En dan uh, zien we dat in Joel 2 staat, dat stuk. Je kunt er even bij nemen. En dan um, um, uh, ja, kunnen we dat citaat vinden, maar zijn we dan verder? Hè? We zullen de context ook moeten begrijpen. Want je snapt dat Peters weet wat er in Joel 2 staat, impliceert dat hij ook het boek Joel kent. Dat hij weet wat daar verder ook nog in staat. Dus als je eigenlijk wil weten waarom Peters dit hier zegt in Handelingen 2. Dan zou je eigenlijk een studie moeten maken van het boek Joel. Nou, ik heb een kleine poging gewaagd in de afgelopen weken. En um, ja, zoals eigenlijk bij elk Bijbelboek, want waarom zouden we het boek Joel uh, uh, in die zin onderstrepen, zoals bij elk Bijbelboek geldt. Als je gaat in de schrift gaat duiken, dan kom je altijd weer dingen tegen dat je zegt van nee, hey, dat had ik nou nog nooit ontdekt. Of hoe zit dat eigenlijk? Je, je trekt een la open en je ontdekt dat er achterin die la weer een laadje zit, en, en nog een laadje. Uh, soms kom je bij meer vragen uit dan bij antwoorden, maar ik denk wel dat het uh, belangrijk is dat we, als we willen duiden wat God op een bepaald moment doet, dat we de Schrift daarbij halen en de Schrift ook dus uh, kennen of in ieder geval de intentie hebben om de Schrift te kennen. Nou, ik ga een, een kleine samenvatting aan jullie geven wat ik aan de context in Joa ontdekt heb. En um, daarvoor sta ik nu mee en ik wil je eigenlijk echt van harte uitnodigen om Joël eens door te lezen. En om, um, om niet tevreden te zijn met mijn samenvatting, zeg maar. Ja, maar om er zelf ook een gewoonte van te maken om door die schrift heen te kruipen en daarmee te worstelen. Want de, de vreugde van het, uh, het ontdekken van dingen, dat is geweldig. En het zet ook dingen recht in je hoofd. Daarom hebben wij Gods woord zo nodig. Samenvatting. Nou, sommige mensen die zeggen: Joal is iemand die optrad eh, toen zowel het tienstammerijk als het Tweestammerrijk nog in het land waren. Jullie weten dat aan het einde van de periode van de koningen, dat eh, zowel het tienstammerijk als het Tweestammerrijk zijn weggevoerd als straf voor hun zonde. En, en er zijn uitleggen die zeggen: Nou, Joal zit een beetje aan het begin. Toen waren, ze, was het, waren alle twaalf stammen nog in het land, zeg maar. En anderen zeggen hij zat een beetje aan het einde van het Tweestammerijk. Het Tienstammenrijk was toen al weg. Nou, daar kun je heel veel over zeggen. In ieder geval, de situatie laat niks te raden over. Dat is in ieder geval helder. Als je hoofdstuk 1 van Joel leest, dan zie je dat de oogst is verslonden door sprinkhanen. De vijand staat voor de deur. En er groeit echt helemaal niks meer op het land vanwege droogte. En waarom is dat zo? Het is het gevolg van het verlaten van de Heer. En ik heb het net ook gelezen, dat stukje. Uh, een aantal keer vind je in Joel ook daarom de oproep tot bekering. Tot zelfs het bedrijven van rouw. Tot vasten. Het is een ernstige situatie. Niet alleen op het land of vanwege oorlogsdreiging, maar een hoogst ernstige situatie in de harten. Van het volk van God. En Joel die voegt daar iets aan toe. En als het goed, dus heb je dat opgemerkt bij de stukjes die ik net heb gelezen met jullie? We hebben vier keer namelijk gehoord over de dag van de Heer. Joel plaatst die situatie en die bekering die dus noodzakelijk is, plaatst die in het licht van iets wat daarna gaat komen, de dag van de Heer, de naderende dag van de Heer. En dat is de Bijbel is daar ons heel behulpzaam bij als je dat zou willen weten. De periode ja, rondom, of vlak voorafgaand aan de wederkomst van de Here, dat Hij zal verschijnen om orde op zaken te stellen onder zijn volk, onder de volken op aarde. Twintig keer komen we dat begrip tegen in het Oude Testament of in de hele Bijbel, 20 keer in de hele Bijbel. En vijf keer van die twintig vinden we in Joël. Dus wel echt een boekje wat echt draait om de dag van de heren. En in hoofdstuk 2 komen we een beschrijving ook tegen van die dag van de heren. Ik heb daar een klein stukje van gelezen. En je kan maar één conclusie trekken, uh, het is een onzagwekkende dag. Een onzagwekkende dag. Dag. En wij zitten hier nu en ja, kunnen, kunnen wij dat meevoelen tot in onze vezels, wat, wat Joel op dat moment voelt als hij dit beschrijft, als hij dit zich realiseert. En na die periode van de dag van de heren, Joel gaat nog een klein stukje verder, komt de periode van herstel. De herstel voor het volk van God. En dat is de tijd waar de profeten ook overduidelijk over spreken. Over de tijd, waar hier ook gelukkig heel vaak over gesproken wordt, over hè, dat de Heer Jezus als Messias zal komen en zal regeren over zijn volk. En er vrede en herstel zal komen. Ja? Nou, en ik ga even terug. Video van herstel. Dag van de Heren. Hier zit dat moment van mensen bekeer je. En daartussen, daartussen... Daar zit die periode waar Petrus uit citeert. Die periode die we in hoofdstuk 2 van Joel ook beschreven vinden. En die wordt gekenmerkt door drie dingen. Allereerst het uitstorten van zijn geest. Dus dat God van zijn geest uitstort. Over alle vlees. Ik heb de overtuiging dat, als je dat in de context van de hele schrift. Uh, wil duiden het alle vlees dat daar bedoeld wordt, alle vlees uh, van het volk Israël, dus het gehele volk Israël. Maar goed, dat zou ik, kan ik nader uitleggen als je daar vragen over zou hebben. En um, wondertekenen aan de hemel wordt overgesproken. Uh, aan de ene kant wonderen van Almacht van God, hè, om eigenlijk wat er gebeurt uh, te onderstrepen. Um, maar het, het, het is wel apart. Het gaat steeds over de zon, de maan en de, en de sterren. Toen moest ik even terugdenken aan, uh, aan Genesis 1, waar wij in vers 14 ook lezen hè, over de schepping van zon, maan en sterren. En um, behalve dat zon, maan en sterren er waren om hè, een scheiding te maken tussen dag en nacht, um, lees ook heel duidelijk dat. Uh, die uh, hemellichamen bestemd zijn en gemaakt zijn door de Heer hè, tot gezette tijden. Hè, tot aanduiding eigenlijk van uh, uh, ja, plaats, tijd, ontmoeting. Het is hetzelfde woord als later ook wordt gebruikt voor de, voor de feesten. Hè, de, de gezette hoogtijden, waarvan ook het wekenfeest er een was. En misschien leg ik het erin, dat zou kunnen. He, maar het, ik vind het bijzonder dat de Heer eh, juist ook in die periode voorafgaand aan de dag van zijn toorn ook die, die tekenen aan de hemel eigenlijk onderstreept. He, die feesten die waren zo belangrijk. Dat was de ruggengraat van, ja, van het dienen van de Heer, cyclies, elk jaar weer. En tot slot, een derde ding wat genoemd wordt. In handelingen 2, maar ook in Jood, hè, is wie de Heeren aanroepen, zullen behouden worden op de berg Sion en in Jeruzalem. En als je dat netjes in je Bijbelconcordantie intoetst, Sion en Jeruzalem, dan kom je er al snel achter dat dat ja, één op één verbonden is met God handelen met zijn volk. Met het uh, toekomstige rijk, wat de Heer ook ja, zal herstellen. Dus wat doet Joël? En het is een samenvatting hè? Wat doet Joel? Hij geeft ons eigenlijk in zijn boek een tijdlijn. Situatie van zonde, oproep tot bekering. Die drie dingen die hij noemt: uitstorten van de geest, wondertekenen en behoudenis op de berg Sion, de dag van de heren, herstel. En dan komt hij. Petrus die in die situatie staat, die wij beschreven vinden in Handelingen 2, die legt één op één de link met die periode. Hij koppelt wat daar gebeurt aan de tijdlijn die Joel ons al schetst. Het volk had straf ontvangen. Het Tienstamrijk was weggevoerd. Het twee was weggevoerd. Maar was het nou echt tot bekering gekomen? Dan moet je maar eens de boeken van Ezra en Nehemia lezen... als je die vraag beantwoord wil zien. Het antwoord is nee. Uh, nog iets verder in de tijd. Johannes de Doper. Wat was zijn hoofdboodschap? Bekeer je. Het Koninkrijk van de Hemelen is nabijgekomen. Wat was de boodschap van de Heer Jezus toen hij door het land reisde... Bekeer je. Je ziet dat die bekering nog steeds niet, die diepe totale bekering van dat hele volk nog steeds niet gekomen is. En weet je wat er ook nog niet was gekomen? Die dag van de Heer. Maar de tijd dat die dag zou aanbreken, dat voelen we allemaal aan. Die was dichterbij dan ooit. Als Joel dat al zei. Laat staan als Petrus dat zei. En dat blijkt ook uit, uit brieven die in de tijd van de handelingen ook geschreven zijn, waarin bijvoorbeeld een Jacobus zegt van mensen, de rechter staat voor de deur. En dan wordt die Heilige Geest, de Heilige Geest, uitgestort. En dat is een vervulling van dat wat de Heer Jezus aan de apostelen heeft beloofd, waar Johannes al over sprak, maar ook een vervulling van zoveel woorden die ook al door de mond van de profeten gesproken zijn. Jezaja, Ezekiel, Zachariah en ook Joël. En verbonden hè, met de komst van dat koninkrijk. Want daar draait het steeds om in de schrift. De uitstorting van de geest is nodig voor bekering. En Peters weet één ding zeker... Hij staat daarin, hè, in die situatie, en hij ondergaat dat, en hij ziet het. Hij weet één ding zeker, dit is de tijd dat die bekering moet plaatsvinden. Het kan geen dag wachten. Het is nu of nooit. En vandaar dat je ziet dat in handelingen 2 die prediking zo gefocust is op één woord. En dat woord is, laat je behouden. Het gaat om behoudenis, sommige vertalingen. Zeggen zaligheid, maar goed, het gaat uiteindelijk om het grondwoord: zaligheid, behoudenis. He? Laat je behouden van dit verkeerde geslacht. Laat je behouden. Bekeer je. Even He? je in mijn woorden, kom in het licht. De afgelopen weken had ik last van mijn ogen en ik had heel veel moeite om, om zeg maar, het licht te zien. Moest ik moest steeds mijn ogen dichtknijpen. Maar zo kan ik me voorstellen dat dat ook gaat. Als je ziet hoe je het er geestelijk voor staat. Dat je in het licht komt, het licht van Gods woord, het licht van Gods geest. En dat je, dat je ervaart van zo, dat is wel. Ja, want duisternis kan op een gegeven moment heel goed voelen. Grijsheid ook. Maar het licht van God, ja, daar is niks voor verborgen. Wat een geweldig feest. Wordt dit feest een bijzondere, speciale dag? De eerstelingen van de oogst, maar ook het volk wat massaal gehoor geeft aan de oproep tot bekering. Wat heeft dit te betekenen? Dat was de vraag die Petrus naar zich toe kreeg. En Petrus kent zijn Bijbel. En hij weet wat het betekent. Hij kent de profeten. En daarom kan hij ook het antwoord geven. Heel kort samengevat is dat antwoord: volk van Israël, bekeer je. Voordat die dag van de Here aanbreekt. Want die komt. Nou die tweede vraag. Reactie van de mensen vers 37. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen om behouden te worden? Ook die vraag kan Petrus beantwoorden. Logisch, want hij kent het kader. Hij heeft dat als het ware voor ogen, de tijdlijn die Joel heeft geschetst. En hij zegt, bekeer je. Laat een ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden. Die wij niet weten, legde hij getuigenis af en spoorde hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerd geslacht. Wat moeten we doen? Peters geeft hier het antwoord heel concreet. Hij spreekt over de doop, hij spreekt over bekering, hij spreekt over de doop in de naam van Jezus Christus. Uh. Ik, ik geloof dat dat ook de doop is van bekeringen, waar ook Johannes al mee doopte, waar ook de Heer Jezus en zijn discipelen al eerder mee doopte. En dan zegt hij, dan zul je ook de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat woord heb ik even opgezocht, gave, want er zijn verschillende woorden van gave in het Nieuwe Testament. De gaven van de Geest, de genade gave. Nou, hier staat het woord eigenlijk gift geschenk het geschenk van de heilige geest. En wat is dat geschenk? Nou, dat geschenk dat zien we in Handelingen van een aantal keren opnieuw uitgedeeld worden. Bijvoorbeeld in Handelingen 10 vers 45. Petrus is dan in het huis van Cornelius en dan wordt ook de Heilige Geest uitgestort op iedereen die daar in het huis is. Ook weer in combinatie met Bekering. Ik denk dat hier een belangrijke les ligt voor ons. Ik ga proberen mijn. Er komt heel veel bij mij in mijn hoofd dan bij elkaar als ik dat zeg. Ik probeer het rustig en begrijpelijk uit te leggen. Maar om te kunnen begrijpen hoe de Heer op bepaalde momenten handelt en wat er aan de hand is in de tijd. De tijd van Gods plan. Wij leven ook ergens in die tijd. Zul je de schrift moeten onderzoeken? Dat is voor mij in ieder geval glashelder. Ik zeg niet, zul je de schrift moeten kennen? Dat had ik eerst op mijn blaadje staan. Nee, niemand van ons kan zeggen, ik ken de schrift. We kunnen wel zeggen, we hebben een intentie om de schrift te kennen. We onderzoeken de schrift. We hebben de schrift lief. We maken er tijd voor. Maar we zullen de schrift moeten onderzoeken om te weten hoe de Heere God. Handelt en wat er op een bepaald moment aan de hand is. Het tweede is, we zullen die, dat we dan, wat we dan ontdekken, ook als waarheid moeten aanvaarden. Want we kunnen dingen wel lezen, maar aanvaarden we het ook als waarheid? Dat is wel een spannende. Want op het moment dat jij zegt, ja ik snap het, op het moment dat je zegt ik aanvaard het, dan gaat het over jou. En over misschien dingen die in je leven consequenties daarvan zijn. Het is belangrijk dat we ook schrift met schrift vergelijken. Dat is eigenlijk wat Petrus daar live doet. Hij vergelijkt dat wat wij nu op schrift hebben, Handelingen 2, maar dat, hij zit daar live in. Hij vergelijkt dat met de schrift die hij kent. En als je dingen gaat vergelijken in de schrift, de woorden van God vergelijken, dan ontdek je overeenstemming. Peters heeft zo'n moment, die zegt van hé, hey, wacht even, het klopt. Het past bij elkaar. Het hoort bij elkaar. Het is hetzelfde. Of je ontdekt verschillen. Dat kan ook. Maar in het licht van bijbelstudie is dat allebei oké. Okay. Ja, als je ontdekt dat iets misschien nog niet hetzelfde is, heb je ook een ontdekking gedaan die waardevol is. En dat brengt mij bij iets wat mij altijd wel op mijn hart ligt als ik gewoon om me heen kijk. En dan denk ik nog geen eens aan jullie of zo, maar um, wat, als ik naar mijn eigen context denk van vroeger, he, de, daar uh, werd het geloof, de beleving van het geloof, heel erg gekoppeld aan een, een, een tijd die eigenlijk niet voor ons gold. De tijd van de wet. Dus eigenlijk waren we aan het vergelijken en zeiden we, nou, wat we nu moeten doen, is eigenlijk wat ze toen ook deden. En wat je tegenwoordig ook wel ziet, dat is dat mensen zeggen, ja, uh, uh, we gaan eigenlijk woorden die waarheid worden in de toekomst, het, het koninkrijk wat aanbreekt, met alle dingen die het woord daarover zegt, die, die, die trekken we als het ware naar nu. Die proclameren we, alsof we ze misschien dan wat dichterbij zouden kunnen brengen. Hè, dus dat is wel, dat is wel een, een, een ding wat... Uh, Dingen bij elkaar zoeken die bij elkaar horen, die het woord zegt. Um, als we teruggaan naar het verleden, waarheden van het verleden plakken op nu, krijg je misvorming. En als je dingen die nog voor de toekomst bestemd zijn, gaat plakken op nu, krijg je ook misvorming. En de vr grote vraag is steeds, wat is Gods openbaring voor nu? En er zijn wel eens mensen die zeggen tegen mij, joh. Daar heb je hem weer. Misschien denk je het nu wel. Dat zou kunnen hè? dat je dat nu ook denkt. Oh, daar heb je Bastien weer met zijn schaartje. Die doet dat nou altijd. Hè? Die gaat dingen een beetje, een beetje sorteren. Weet je? Maar ik noem dat rijkdom van de schrift. Weet je, de Heer heeft een geweldig lang plan. En in dat plan legt de Heer verschillende accenten. En het is, ik ervaar, ik zal er een ik-boodschap van houden. Ik ervaar het als een geweldige rijkdom. Dat de Heer ook heeft gezien dat het niet, met eerbied gezegd. Eén grote berg is, mix is, maar dat de Heren daarin heel ordelijk een aantal dingen na elkaar uitwerkt, of sommige dingen tegelijkertijd uitwerkt. Er is een hele mooie beweging in dat plan van God. Als je daarvan onder de indruk komt, dat is geweldig. En dan zeg ik van dat is rijkdom. Wat is Gods openbaring voor nu? Zeg ik daarmee, wat in Handelingen 2 stond. Nou ja, dat, ja goed, dat was toen. Nee, natuurlijk niet. Het raakt mijn hart. Het is Gods woord. Ieder woord van de schrift is bestemd tot lering voor ons. Ieder woord is Gods woord, is geïnspireerd woord. Is woord waar de geest ons hart wil raken. Ja? En tegelijkertijd, wat is Gods openbaring voor nu? Even terug naar Petrus nog. Petrus... Die handelde en die preekte naar het inzicht wat hij toen had, op dat moment. En de hoorders handelden naar het inzicht wat ze toen hadden en wat paste bij dat moment. Maar wat Petrus en niemand die daarbij hem stond, denk ik, op dat moment kon weten, dat was dat het heel anders zou lopen met die tijdlijn. De dag van de Heer is aanstaande. Peters wist het zeker. Jacobus wist het zeker. Paulus wist het een hele lange tijd ook zeker. En ze schreven erover. En het begon ook heel mooi in handelingen: een opwekking. Massale bekering. Hoofdstuk 4, 5.000 mensen. Hoofdstuk 6. Dan lees je dat ze organisatieproblemen krijgen. Want het wordt zo groot, het moet georganiseerd worden en daar lopen ook dingen mis. En nou ja, dat moet dan bijgesteld worden. Hè, maar het zijn groeiproblemen die je, die je leest in die eerste hoofdstukken van de handelingen. Een domino-effect. Vier keer lezen we in handelingen die prachtige zin. Het woord van God nam toe. Dat is zo geweldig. Hè. Wij kijken misschien wel eens naar aantallen mensen of zo, maar het woord van God nam toe. Het groeide, geweldig. Dat gebeurde in handelingen. Tekenen, gaven. En het werk breidde zich ook uit, van, vanuit Jeruzalem als centrum, naar de randgebieden van Israël, naar over de grens. Ja, zo schrijft Paulus ook in, in de Romeinenbrief, hoofdstuk 1, vers 16-17, meen ik, het woord van God is een kracht Gods, tot behoudenis, heb je dat woord weer, voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek, hè? ook de, de niet-Jood. Nieuwe beloften worden waarheid. Joodse mensen gaan uit. Of ik zeg zijn nieuwe beloften. Oude beloften worden waarheid. Hè? Joodse mensen gaan uit en brengen het Evangelie om hen heen. En toch, als je doorleest in handelingen, dan lees je dat het anders afloopt: verharding, tegenstand afwijzing, geen collectieve bekering. En die dag van de here die komt er nog steeds aan. En dat is een vraag die heb ik me opnieuw gesteld. Hoe kan dat nou? Dat is een vraag die veel mensen ook die wat serieuzer handelingen 2 lezen ook, ook stellen. Ik refereerde daarnet aan hè, vers 17, de laatste dagen. Ja, maar dat is al bijna 2000 jaar geleden. En hoe zit dat dan precies? Moet je dat dan niet letterlijk nemen of zo? Hoe kan dat nou dat het Soort, ja, doodbloeden, dat het in plaats van meer, dat het minder werd. Dat die dag van de Heer nog steeds niet gekomen is. Hoe kan dat? Is dat een verkeerde timing van God? Nee, laten we die gelijk wegleggen. Is het dan een denkfoutje van Petrus? Nee, nee. Dat denk ik ook niet. Ik denk dat het Gods liefde is. Voor zijn volk. Zoals Peters ook later ook schrijft. Hè? Als hij schrijft over spotters die ook zullen komen in de laatste dagen. En die zeggen van, even in mijn woorden, waarom duurt het zo lang? Dat zeiden ze eerder ook al. Ik bedoel, waar blijft het? En wat zegt Peters dan? De heren vertraagt de belofte niet. Zoals enige dat traagheid noemen. Maar Hij heeft geduld met ons. Hij wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. En waarom kwam de Heer Jezus ook alweer naar Zijn volk? Matthäus 1, vers 21. Gij zult Zijn naam heten, Jezus, want Hij zal Zijn volk behouden, weer dat woord, van hun zonde, zalig maken. Gods hart. Voor zijn volk. Ik denk dat dat, maar dat denk ik van beneden af, hè? als verklaring. Je zoekt naar een verklaring. Gods hart vol liefde voor zijn volk, Gods geduld. Joel 2, vers 13, vond ik dat ook zo mooi verwoord. Dat is een citaat dat gaat helemaal terug naar Psalm 103. Even kijken hoor, Joel 2, vers 13 wil ik even voorlezen. Daar staat: um, Bekeer u tot de Heer, uw God. Want hij is genadig en barmhartig en geduldig, en rijk aan goede tierenheid. En hij is berouw over het kwaad. Joel wist het al. En ook in Psalm 103 lees je dat zo mooi: de liefde van de Heer eigenlijk Gods hartverlangen. God verlangt ernaar dat zijn volk tot bekering komt. Wij kunnen inmiddels vaststellen dat dat tijdpad, wat ik net schetste waarvan je misschien dacht: hè, eindelijk eens een keer een mooi tijdlijntje, wat goed aansluit. Helaas, uh, dat tijdpad is inmiddels al veel langer geworden. Je zou het bijna met een elastiek kunnen vergelijken. Hè, die veel langer dan Peters op dat moment kon beseffen. De dag van de heren is nog steeds niet aangebroken. En ten eerste is daar dus een praktische reden voor. Ik kan natuurlijk wel gelijk nu allerlei informatie geven over hoe je de profetieën moet lezen. Maar ten eerste is de reden daarvoor praktisch. Dat heb ik net geschetst. God, Gods geduld. En ten tweede zou je ook kunnen zeggen... en dat is mooi als je wat vaker bijbelstudie doet... dan loop je daar vanzelf tegenaan... dat we ook zien dat een profetie eigenlijk vergeleken kan worden... met een berglandschap met, ja, waarin je vanaf afstand daartegen aan kan kijken... En als je daarin wandelt, ontdekt dat die bergkammen eigenlijk veel verder uit elkaar liggen dan van een afstand zichtbaar is. Of een woord als breukprofessie, wat hier ook nog wel eens valt: hè, dat een, een deel eigenlijk vervuld wordt en een ander deel later vervuld wordt. Niet aansluitend. Dat zijn um, dingen die, die belangrijk zijn als je, als je de woorden van de profeten bestudeert. Ik denk dat het perspectief. Van dat tijdlijntje van Joel zich uitstrekt tot tot ook nu nog de toekomst. En waarom denk ik dat? Nou, omdat Gods beloften altijd waar worden. God doet altijd wat Hij zegt. Daar hoeven wij nooit aan te twijfelen. Wie weet hoe snel de Heere die draad weer op zal pakken. En ondertussen, wat doet de Heere dan ondertussen dan? Want misschien dat we dit nu al snappen. Elastiek, maar zit God stil of zo? Nee, hoe zouden we dat nou kunnen denken dat de Heer er stil zit? In die tussentijd hè, lezen we een prachtige openbaring via Paulus, die de Heer geeft over, over zijn gemeente, eigenlijk ook over een, ja, misschien moet ik wel zeggen, een overkoepelend plan. Over dat prachtige plan van Gods volk, van God met zijn volk Israël, ligt als het ware nog een groter plan: het plan van Tussen hemelen en aarde. Het plan waarin maar één naam centraal staat. Diezelfde naam als ook in het plan met Israël de Messias: Jezus Christus. En ik heb de afgelopen jaren een aantal keren ook hier gesproken over de Colossense brief. En uh, nu gaat het niet om Mijn aan woorden of spreken, maar uh, daar, daar doe ik op als ik zeg. He, wat de Heer heeft geopenbaard daarover, aan ons ook. Um, dus de Heer zit niet stil. En ik denk zelfs dat de Heer, als je het hebt over de vraag, wat is nu de openbaring, waarvan de Heer zegt, dit is nu de tijd waar ik nu bezig ben. Dit is waar ik nu mee bezig ben. Straks gaat het ook door, maar dit is waar ik nu ben. He, de vraag voor ons weer van, ja, maar zijn wij daar nu ook dan? In ons hoofd sluiten wij daar nu op aan, net zoals de mensen toen aansloten op dat waar de Here toen bezig was. Dat zijn ja belangrijke vragen denk ik. En ook nu wordt er gehoorzaamheid gevraagd van ons om ook dat geheimenissen moet maar even zo samen te vatten wat Paulus ons mag openbaren, om dat te, te kennen en om dat te, te duiden. Ook in vergelijking met de schrift. En te proeven wat het betekent en wat het niet betekent. En daar ook in gehoorzaamheid in te wandelen. Ik ga afronden. Wat is het geheim van Gods krachtige werk onder ons? Ik, ik zeg dat met alle respect. Is dat uh, dat wij de geest meer ruimte moeten geven? Is het... Uh, dat wij uh, wat, wat massaler uh, moeten samenkomen? Is het dat we het moeten proclameren? Is het dat we het moeten afbidden? Is het dat we ons moeten grootmoedigen massaal? Is het dat we het misschien moeten kopiëren? Wat er in Handelingen 2 gebeurt? Moeten we een ander soort preken hebben? Ander soort sprekers? Ander soort liederen? Andere instrumenten, is dat het? Ik snap de intenties. Want iedereen die de Heer Jezus Christus kent, wat hij ook gelooft, wat voor theologie die ook aanhangt, heeft dat verlangen in zich. Dat de naam van de Heer groot gemaakt wordt. Ik snap de intenties. En tegelijkertijd denk ik dat de Schrift ons ook aangeeft, en dat heb ik tussen de regels door proberen duidelijk te maken. He, dat er tijden zijn en een passende reactie daarop. Hier, maar ook hier. En dat is belangrijk. Is dat een beperking? Nee, ik denk het niet. Het is rijkdom. Als je kijkt hoeveel mineralen de Heere God in de grond heeft gestopt, als je kijkt hoe, hoeveel diersoorten er bestaan. Ja, dan past het toch ook helemaal bij onze Schepper dat Hij een plan heeft waarin diversiteit is, waarin een rijkdom is van Gods handelen. Nog steeds kan God Zijn krachtige werk doen in ons leven, in mijn leven en in jouw leven. Wanneer? Als wij verstaan wat er gebeurt, als wij verstaan wat God nu wil doen en als onze reactie daarbij passend is. Wandelwaardig de roeping, zegt Paulus in Efeze 4, vers 1. Waarmee je geroepen bent. Ja, wat is die roeping? Nou, dat is ook weer iets wat je kunt bestuderen. Doe mee, zou ik zeggen. In het werk wat God NU wil doen. Nog vier teksten tot slot. Laat je vervullen met de kennis van zijn wil. Colossens 1, vers 9. Laat je vervullen met de kennis van zijn wil, staat het letterlijk. En er staat Efeze 3, dan zullen we vervuld worden, want daar verlangen we toch naar? Vervulling, volheid. Dan zullen we vervuld worden, vol worden tot heel de volheid van God. Dat belooft de Heer. Dan zullen we vervuld worden met Gods geest. En tot slot, dan zullen we als Christus komt, vervuld zijn met de vruchten van gerechtigheid. Eh, Filippenzen 1. Wat een feest is dat. Om dat allemaal eh, voor waarheid te mogen houden. Wat de Heer ons belooft. En waarin Hij ons wil meenemen in volheid. En waarin het maar draait om één naam: Christus. In Christus. Met Christus. Wat een feest is dat. Dat we tot ons doel komen. Ook nu al in Christus. Daar wil ik hem bij laten. zullen we samen bidden. Vader dank u wel dat u ons dit moment gaf om samen na te denken over uw woord en u weet hoe ik hier ook mee geworsteld heb, heren... om ja, te kiezen welke gedachte ik mee zou nemen naar hier, welke niet. Ik heb ook mijn persoonlijke proces en Heer, ik ben zeker niet uh, volmaakt. Heer, het, het was mijn verlangen, het is mijn verlangen dat wij met z'n allen, inclusief mezelf, gaan verstaan wat u zegt. Gaan verstaan wat u, uw werk is, ook voor deze tijd. En zoals het toen een geweldige impact was, in de tijd die we beschreven vinden in Handelingen 2, heren, zo wilt u nog steeds even krachtig werken. En daarvoor is het zo belangrijk, heren, dat we de schrift kennen, dat we de schrift kennen. Aanvaarden en dat we de schrift ook gehoorzamen. Heren, ik kan me voorstellen dat het ja, ook wel weer heel veel was en um, veel open eindjes en misschien ook wat moeilijk. Heren, help ons om, om deze dingen ook te verwerken. U kent ons, u kende ons ook vooraf toen we hierheen kwamen. Heren, we mogen ook bidden, wilt u dat werk in ons hart doen? Dat wij zullen beseffen. Daar gaat het uiteindelijk om in deze tijd. Wat het betekent om in Christus te zijn. En om vol te worden met Hem. Heren, dat is ons verlangen. Dat kan niet anders. Maar het is ook uw verlangen. Heren, ik bid u voor alle mensen die mm, misschien dachten van. Ik zou ook wat meer van die schrift willen snappen. Ik zou dat wat meer op een rijtje willen hebben. Die kan dat begrijpen, dat verlangen. Ik heb dat ook. Heer, help ons daarbij. En misschien hebben we daar andere mensen bij nodig, met wie we samen ook de schrift onderzoeken. Heer, wilt u daarin ook wegen geven? Gelukkig zijn er ook mogelijkheden. Maar dat we daarin ook mogen ervaren, Heer, dat, ja, dat u daarin ook helpt. Heer, we bidden u voor uw volk Israël. Het volk van uw hart. Het volk waarmee u ook uw plan uitwerkt. En ook al duurt dat plan al heel lang. En ja, is dat aardig uitgerekt in onze woorden, heren. Het is nog steeds uw plan. En het zal waar worden wat u belooft in uw woord. Wat u hebt gezegd door de mond van uw profeten. Heer, wij, wij zien uit naar dat herstel. In de gelijke tijd hebben we het vandaag gelezen. De grote dag van de heren. De dag van oordeel over deze wereld. De dag van schifting. Heer, het kan ook niet anders dan dat deze wereld ook die kant op gaat: de wereld waar de zonde zich opstapelt. Heer, dat u ook komt om te oordelen. Heer, het is zo belangrijk dat niet alleen Joodse mensen, maar iedereen die u niet kent dat evangelie te horen krijgt van geloof, omkering. Heren, help ons om ook zo een getuige te zijn. Heel eenvoudig, dicht bij onze bezigheden. Misschien ook wat verder weg. Sommigen van ons ja, hebben daarin een wat actievere rol. Heer, maar we kunnen daar allemaal door u voor gebruikt worden, om vrijmoedig te spreken... Over u. We willen uw naam loven en prijzen. U bent ons leven. U bent ons doel. Amen.